We zien boven Frankrijk veel bewolking en het komt allemaal met een zuidelijke stroming onze kant op. Dat betekent dat in de loop van de dag de bewolking dikker wordt en dat uiteindelijk ook op veel plaatsen enige tijd buien geregen valt. Wat gebeurt vanochtend al met name in het zuiden en midden van het land? In het noorden van het land, daar breekt misschien de zon nog even door. De temperatuur zeker niet laag, met waarde rond een graad of 15. Vanmiddag wordt het in de bewolkte en regenachtige gebieden 15 of 16 graden. Maar in het oosten en noordoosten van het land kan het voor de regen uit nog een graad of 19 worden. Vanavond trekt uiteindelijk alle nattigheid geleidelijk noordoostwaarts weg. En wordt het vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen droog, met vooral vannacht enkele opklaringen. De temperatuur vanavond rond een graad of 13. Morgen wordt het dan vanuit het zuiden snel weer bewolkt. In het noorden van het land eerst nog wel even de zon. En uiteindelijk valt op steeds meer plaatsen regen. De temperatuur dan tussen 14 en 16 graden. Ook in de dagen daarna blijft het wisselvallig weer. Donderdag starten we bewolkt met in het oosten van het land nog wat regen. Later op de dag is er meer ruimte voor de zon. Vrijdag vallen er verspreid buien. Ook dan tussendoor wat ruimte voor de zon. In het weekend wordt het iets minder nat. En blijven we de zon af en toe zien. De temperatuur blijft vrij hoog voor de tijd van het jaar.